Duurzaam beleggen is op een bepaalde manier naar beleggingen kijken. Het is niet puur investeren in zonne-energie of in windenergie. Het is veel breder dan dat. Het is kijken hoe bedrijven omgaan met de wereld van morgen. Vroeger was het vooral een groep particulieren die echt zeer begaan was met bepaalde zaken in de wereld. Tegenwoordig zie je ook dat steeds meer pensioenfondsen kiezen voor duurzame oplossingen. Dus het is eigenlijk iets wat in elke portefeuille wel thuis hoort. Duurzaam beleggen staat nu best wel in de schijnwerpers door de klimaattop die later dit jaar in Parijs wordt georganiseerd. Daardoor zie je al steeds meer aandacht in verschillende media ontstaan voor duurzaamheid, CO2-uitstoot en andere aangelegenheden. Een tweede factor is dat duurzaam beleggen ook steeds meer door banken serieus wordt omarmd. Er komen duurzame proposities, duurzame beleggingsoplossingen. En er is ook steeds meer onderzoek dat uitwijst dat duurzaam beleggen niet ten koste gaat van het rendement, maar dat duurzaam beleggen juist extra rendement kan opleveren. Het mooiste van duurzaam beleggen is eigenlijk dat het niet alleen gaat om heel groene bedrijven, om schone energie en andere zaken. Het kunnen ook heel normale bedrijven zijn die eigenlijk bijdragen aan een duurzame wereld. Bedrijven die ons helpen om het rioolwater een tweede keer te gebruiken. Bedrijven die ons helpen om zuiniger om te gaan met stroom. Dat zijn eigenlijk heel duurzame ondernemingen, zonder dat ze echt in de schijnwerpers staan. En ik denk dat er met name voor dat soort bedrijven eigenlijk heel veel mogelijkheden zijn in de portefeuille van de lezers van beleggersbelangen en voor particuliere beleggers.